We zijn vandaag bij de Brede School Academie en dat is een voorloper van de zomerschool. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De zomerschool dat gaat draaien de laatste twee weken van de zomervakantie. De laatste twee weken augustus is dat. En daar gaan we met kinderen aan het werk, met taal met name. Dat heeft alles te maken wat we op de Brede School Academie doen met kinderen. Ze proberen een extra opzet, voorzet te geven voor begrijpend lezen en woordenschat. Jij zit op de Brede School Academie, Nouria? Ja. Wat doen jullie daar precies? Veel lezen en begrijpend lezen. Is dat heel anders dan de andere school? Nou, op school doen we ook nog rekenen en andere dingen, maar hier is het echt veel lezen en begrijpend lezen. Is het daar zo slecht mee gesteld? Nou, dit is natuurlijk, we hebben hier te maken in Overvecht met heel veel kinderen die thuis twee talen, of soms wel meer talen spreken. En om dan in het Nederlands je 100% te kunnen manifesteren, is natuurlijk wel fantastisch als je je taal goed in orde hebt en dat je daar geen nadelige gevolg van hebt, wat eigenlijk niet noodzakelijk zou zijn. Want als je het en goed kan nadenken en je eigenlijk je schoolresultaten prima in orde zijn, alleen op twee punten of drie punten van je taal het niet zou kloppen, dan is het wel prettig als je daar een duwtje in krijgt om daarin even flink geholpen te worden. Voor welke groep is dit bedoeld? Nou, het is voor groep 6, 7 en 8. Maar wat wel heel belangrijk is dat we een Brede School Overvecht hebben, waar alle 11 basisscholen in vertegenwoordigd zijn. En van die 11 basisscholen gaan de kinderen naar de BSA. En dan kunnen in gesprek kunnen ouders en school verder nagaan in hoeverre het past. Of dat er niet andere dingen zijn die toch belangrijker zijn om 's middags te doen. Want dat betekent nogal wat. Dat je twee keer in de week hier bent, van 4:30 tot 5:00. En dan nog ook elke schoolweek is het BSA-les. Dus dat betekent nogal wat. Want volhouden is wel heel belangrijk. Vind je het leuk hier? Ja, want je kan hier ook veel leren. Maar mis je dan je vriendjes niet op straat? Meestal wel of meestal niet. Want hierdoor kan ik ook een betere school halen en een betere carrière. Zou je niet liever met je vriendinnetjes buiten spelen? Nou, eigenlijk wel, maar ik wil toch wel wat leren. En wat leer je hier allemaal? Soms heb je een presentatie en ga je allemaal werkstukken verzinnen, plaatjes. Daar moet je heel veel moeite voor doen. Als kinderen dit nu zien, kunnen ze zich dan voor een volgend schooljaar aanmelden of gaat het op een andere manier? Het gaat op een andere manier, maar ze kunnen altijd zeggen van, nou, eigenlijk wil ik ook HAVO of VWO doen eigenlijk later. En eigenlijk lukt het op mijn taal niet zo heel goed. Juf of IB'er bij ons op school, de extra hulp op school, is dat niet iets voor mij? Kom ik daar niet voor in aanmerking? Maar eigenlijk selecteert de school zelf en vragen we leerkrachten en IB'ers, dus intern begeleiders van de school, goed naar hun kinderen te kijken en te kijken of hun kinderen en wie van hun kinderen nou daar het beste voor in aanmerking komen.